Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb al 2 ettertjes afgezet. Net was Jordi gevallen. En hij heeft hier een wondje nou. Dus ik heb het eventjes gestopt met bloeden. Even silo opgedaan. Dus vaatverkleiner. Stopt het bloeden sneller. Dus dat. Ik ga met hem lekker naar de winkel. En dan hebben we een ochtendje samen. Mama en Sam tijd. Dus dat is wat we gaan doen. Ik heb niks in mijn haren zitten. Wel mijn haar gedaan, maar het zit weer niet. Ik heb een eczeemaanval op mijn hoofd uit. Dus ja, we gaan rijden. Ik en Sam hebben Liam opgehaald in de buggy. En Liam doet mee helpen duwen. Dan zijn we hem aan het leren. Ja, lekker hè, kastantje. Ja, wij gaan dan naar huis lopen. Op een slakke gang, maar hij heeft wel ondertussen zijn kazantje, dus dat is positief. De kindjes liggen al even te slapen. Ik moet ze zo wakker maken, want ik moet daar Jordi op gaan halen. Ben nu ook even aan het uploaden. En dan, ja. Ik heb vandaag echt zo'n dag. Met het boeit me geen ene piep. Het boeit me ook gewoon niet momenteel. Ik heb geen zin om mijn haar te doen. Ik heb nergens zin in. Ik ben gewoon moe. Ik ben gewoon heel moe. Nou, dat kan gebeuren toch. Ja. Heb je ervan als je zoveel doet. En als je zoveel nadenkt over dingen. Ja, ik doe het vandaag gewoon even rustig aan. Morgen hebben we alleen fysio, dus dan kan ik gewoon lekker de hele dag met de kindjes klooien. Ik moet wel even naar de winkel toe, denk ik, maar dat weet ik niet zeker. Wij hebben Jordi opgehaald. En hij heeft een goede dag gehad op school. Hey. Hallo. We gaan nou naar huis waar hij drinken en het ritueel doen. Och, jeetje toch. Ja. We zijn weer thuis. We zijn het ritueel begonnen. Hij krijgt nu een krentenbolletje. Liam is hem ook zelf aan het eten. Sam is een halve krentenbol aan het eten. Dus ja. Drinken heeft hij ook al op zo te zien. Dus dat doen we goed. En hij is zo eruit ook aan poepen. Maar zolang hij goed poept is het goed. We zijn dus krentenbol aan het eten. En ineens bedacht ik me. Oké, hij eet chips zelf. En alles. Maar bijvoorbeeld krentenbol wil hij niet zelf eten. Dan moet ik altijd de tijd ervoor nemen en bij hem gaan zitten. Dus hij is nu een filmpje aan het kijken en met zijn speeltje. En wat hij dan wil is dit. Dat ik het in zijn mond stop. Steekt het er nog half uit? Stopt hij het wel zelf in zijn mond? Stop ik het in zijn hand? Dan gooit hij het weg. Maar hij wil het wel eten. We zijn al bijna klaar. We hebben alleen nog maar dit. Eerst mocht Joef dit echt niet doen bij hem. Joef mocht echt niet bij hem in de buurt komen op deze manier. En nou, zoals je ziet. Jordi. Hoe lief zij doet, hoe lief zij is en hoe rustig ze is naar Jordi tegenwoordig. Ze heeft het echt zo goed in de gaten hoe dat zij met haar om moet gaan. Soms is ze even te enthousiast, maar algemeen. Maar ja, dat zijn ook echte vriendjes. Maar Jordi kan op momenteel steeds meer dingen handelen en ja, van dingen genieten enzovoorts. Omdat ik nu dus niks aan het eten hoef te doen, kan ik even lekker tijd spenderen aan de kinderen. Ja, kan ik even extra knuffelen. Joef, eraf. Eraf! Dus dat doe ik lekker even met Jordi knuffelen. Ik heb de frietjes in de airfryer zitten. De frikandelletjes in de airfryer zitten.
Zijn kindje kunnen daar lekker eten. Wij eten ook frietjes hoor, maar ik bak dat van mij en Niels altijd daarna. Niels is eventjes met Sam en Liam naar buiten toe. En Jordi is lekker thuis met mama. Want Jordi wil even niks. Jordi heeft eventjes gewoon geestelijke rust nodig. Mama ook trouwens. Dus papa zegt, dan neem ik de drukte maar eens wel even mee. Oké, papa, veel plezier. Dan blijven wij twee wel lekker thuis. Mwah. Dus ik ben een beetje aan het kroelenboelen met mijn ventje. Oh, word je enthousiast? Ja? Oké. Gaan we weer zo zitten als net? Ja? Maar lekker hangen. Zo hebben we net echt, ik denk, 20 minuten al gezeten. Een hele goede morgen. Het was mijn nachtje wel. Jordi is wakker geweest. Sam is wakker geweest. Dus we zijn druk bezig geweest vannacht. Dus we hebben iets minder geslapen. Nu heeft Jordi fysio gehad. En zijn fruit aan het eten. En ik ben met Jordi aan het oefenen om op de grond te eten. Ik ben aan het oefenen dat daar zijn bakje staat. En dat hij het zelf kan pakken. En ja, hij knoeit op mijn kleed. Maar ik ga van het weekend mijn kleed toch schoonmaken. Jordi, niet met je voeten. Ga pakken. Zo. Hij is lekker aan het eten. Liam zit daar, zit ook lekker te eten. Niet op de bank. Maar ben je ook een viezerik, hè? Sam is hier aan het eten. Lekker, Sammy. Sam is snot verkouden. Ik heb al een paar keer zijn neus afgedaan. Leef je nog? Ja? Oké, mooi. Ik heb al een paar keer zijn neus afgedaan, maar ja, hij kruipt hier zo de grond op en alles. Dus alles zit weer helemaal vol. In ieder geval, ik ga een fruitje even afgeven. Dan ga ik eventjes iedereen klaarmaken om eventjes mee naar de winkel te gaan. En dan is het weer bijna tijd voor bedtijd. De kindjes zijn inmiddels naar bed geweest. Ze zijn ook alweer wakker en ik hoor koekoek van ze. Nou, Jordi valt me op zich nog wel mee hoor. Want jullie zitten gewoon lekker zijn juf Roosje te kijken. Maar dit. Dit. En over 5 seconden is het weer janken. Want dan gaat het niet zoals ze willen. En dan heb ik hier nog zo een. Ben je daar aan het doen? Dat is niet de bedoeling, hè? Dit is al de hele dag. Ik ben blij als Niels thuis is. Wat heb jij daar? Vet zonnebril, man. Mama, een hoed opzetten voor jou. Kom je mama helpen? Nee, kom eens. Oh, nee. En ik ben 2. Zet hem dan eens gewoon goed op. Andersom? Nee, zo. Nee, zo. Kom eens hier. Ik wil niet je oog uitsteken, vriend. Zo. Zo moet hij staan. Oh, wat mooi! Lekker dik! En dan doe je zo, peace. Je peace. Nee, je kan je eigen nou niet in je ogen steken. Nee, dat klopt. Vind je het leuk? En dan heb je lekker gegeten. En Jordi heeft lekker zitten smekken. En dan krijg je dit. Nou, vergeet dit niet. Nee, allemaal maaien. Ja, je ziet het wel, hoor. En dat. Wil je nog een hapje, Liam? En hij zit nog steeds lekker te smekken. Dadelijk krijg je een toetje en dan zit hij nog steeds te smekken. Want zoals je ziet, hij pakt het gewoon van zijn been weer af. Een glaasje moe. Ja, smekkie. Ah ja, Winnie de Poe, dat lijkt daar echt op. Hij zit nou te lachen. Maar onze Smekkie die gaat dadelijk de douche met zijn broers. Dus gelukkig hebben we een douche. Nou, de kindjes hebben gedoucht. Zijn rustig naar bed gegaan. En toen? Toen werd Sam wakker. En die gaat zomaar niet meer slapen. Nope.
Nou slaapt hij volgens mij. Volgens mij wel. Dus we zijn daar de hele avond mee bezig geweest. Maar ja, hè? Het is zoals het is. We hebben het nog een beetje opgeruimd hier. En morgen weer een nieuwe dag. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.